dan moet je verder. Net iemand een bel giorno bij komt. Un bel giorno per morire. Human, dat is onze lijsttrekker. En dit is onze aan de achterkant, de regionale kandidaat. De omzet uit Enschede. En we willen ook graag wel de lokale mensen steunen. Dus we gaan ook actief worden voor Pieter Omtzigt. Zo? Ik aanvullen. En dan maar hopen dat er nog een hoop mensen het zien en er even naar denken, hè? Dat is natuurlijk de bedoeling. Even dat ik goed vaststa. Want er komt nog wel een beetje wind en ook nog wel een beetje regen misschien. En dan hopen we dat het goed gaat op 12 september, op onze verkiezingsdag. Dan dat we toch genoeg stemmen krijgen voor onze kandidaten. Wij als CDA gaan altijd nog even wat posters plakken op de borden en ook bij CDA-sympathisanten gaan we ook altijd wat borden plaatsen. En daar zijn we vandaag mee bezig, gaan we in het Berkeland wat borden plaatsen. Dit is onze lijsttrekker, Sybrand van Haarsma Buma. We hopen dat we ook een goede score krijgen op 12 september bij de verkiezingen. En naast Sybrand heb ik op de andere kant, misschien kun je nog even meelopen. En hier op de achterkant hebben we onze lokale kandidaat. Die komt uit Enschede, dat is Pieter Omtzigt. Die gaan we speciale actie nog voorvoeren. In eerste instantie stond hij niet eens op de kandidatenlijst van de CDA. We hebben hem als CDA Berkeland ook ondersteund om hem weer op de lijst te krijgen. Hij is nummer 39 op de lijst gekomen. Dat is geen verkiesbare plaats als we dat zo kijken bij de huidige peilingen. Dus we hopen hem via voorkeurstemmen nog in de Tweede Kamer te krijgen. Hij is een man met veel ervaring al en is met name een gast die veel ervaring heeft in de pensioenen. En dat is ook iets wat heel belangrijk is in de komende tijd. Want we moeten natuurlijk wel zien dat onze pensioenen overeind blijven in de komende tijd. En Pieter Omtzigt is echt iemand die helemaal thuis is in de pensioenen. Hij is namelijk ook tegenwoordiger namens de hele Kamer, namens alle partijen in Brussel. Om te zorgen dat we pensioenstelsels zoals we in Nederland hebben, dat we die ook overeind kunnen houden. En dat we niet andere regeltjes in Brussel gaan bedenken die ons in Nederland ons tekort gaan doen. Dus vandaar steun ik volop Pieter Omtzigt.